Hallo allemaal, welkom weer op mijn YouTube-kanaal. Ik heb weer een video voor jullie opgenomen. Ik was bezig om deze kan ook wel even de film aanzetten. Dus ik heb er wel heel veel voorbereid. Want ik maak hem natuurlijk nog. Ik heb er wel mijn kladje. Dat maak ik altijd even. Dan weet ik ook precies hoe de maten eruit zien. Dit gaat hem worden. De maten komen weer onder deze video te staan. Geluid nog niet uit. De maten komen weer onder deze video te staan bij de omschrijving. En de rilmaten komen weer hierboven langs. Nodig een stuk kaartstok van 15 hoog. Heb je een dubbele kaart van 30x30. Op de voorkant heb ik een stuk dessinpapier gesneden. Ik zie dat hij een scherp moet stellen. Ja, ik zal even mijn hand stil houden. Dessinpapier gesneden van 14×6×14×6. En daarbovenop komt een stukje van 14×14, omdat ik een iets breder randje wil. Ondergrond hieronder. En aan de binnenkant heb ik al twee stukjes geplakt van 14 meters. Dit ben je eerst nodig om te plakken voordat we dus die paneeltjes erop gaan plakken. Dit heb ik en dan heb ik paneeltjes. Ik heb het aan de andere kant geschreven. Hoog 13 centimeter, breed 20 centimeter. En deze ril je op 5, op 10 en op 15. Dus een stukje van 13 keer 20 en die ril je op 5, op 10 en op 15. Je kunt hem ook dubbel vouwen. En dan vouw je hem nog een keer dubbel tot aan de vouwlijn. Niet eroverheen, maar daartegenaan. Dan heb ik hier alvast twee stukjes dessinpapier opgeplakt. Die komen straks aan de binnenkant. Die ga ik daar straks plakken. Maar ik denk dat ik het ook al wel van tevoren kan doen. Ja, ga ik van tevoren plakken. Dat is voor het eerste paneeltje. En dan voor het tweede paneeltje zijn we er twee nodig. 2×10×15. 10 hoog, 15 breed. En die rillen we op 7,5. Ik heb deze op 7,5 gerild. En toen heb ik ze dubbel gevouwen en tegen die rillijn aangelegd. Omdat je anders niet zo mooi uitkomt met je rilmaten. Dan kom je uit op 3,75 en 11,25. Dat is een beetje lastig. Twee stukjes dessinpapier erop. En dan heb ik voor deze kanten heb ik één stukje dessinpapier genomen. Want hij komt er straks zo tegenaan. En dan kijk je daarin. Nu moet ik nog eventjes dit uitgummen. Dat gum ik even weg, anders kijk je daar zo tegenaan. En wie weet doe ik daar ook nog wel een dessinpapiertje, maar dat had ik nu nog even niet gesneden. Maar dat kun je dus ook nog doen. Het dessinpapiertje voor deze is 9,6 hoog en 3,3 breed. En dan heb ik hier nog stukjes. Deze zijn hoog 5 centimeter en breed 10 centimeter. En die hebben gerild op 2,5, 5 en 7,5. En die ook twee keer de dessinstukjes heb ik ook al gesneden. En misschien doe ik daar ook nog wel. Even kijken, oh, hij komt ook zo. Ja, dat ik aan die kant ook nog doe, maar dat zie ik nog wel. Dat kan later ook altijd nog. Ik heb al wel vast deze stukjes gesneden. Dan gaan we beginnen. En het begint met het grootste stuk. Deze. En we zijn het. Ik heb hier al wat spulletjes liggen om te pimpen. Dat ga ik straks doen. Dat doe ik even zonder camera. En dan even kijken. Nou, dit is de goede kant. En dan deze. Die komt hier zo. Komt die in. Die leggen we hier tegenaan. En dan moet ik op deze twee stukjes, op deze en op de twee buitenste, dan moet ik dan nog een stukje dessinpapier hebben. Dat ga ik eerst even plakken, want dat kan, dacht ik wel. Die plak ik aan de binnenkant van mijn papier. Deze plak ik aan deze kant. Want je lijm komt op de goede kant van je papier, zeg maar. En dan kun je ook gelijk mijn
potlood niet meer zien. Die plak ik hier. Ik vind het wel mooi als je erin kijkt dat je dan dessinpapier hebt. Deze vouw ik dubbel. Dus dan heb ik het stuk van 13 hoog, 20 breed. En die vouw ik dan dubbel. En dan doe ik eerst aan de achterkant. En dit stuk doe ik lijn. Je kunt het ook met tape doen als je dat wil. Zet ik deze omhoog. Want ik wil niet dat hij over mijn lijn komt. Dan probeer ik hem zo goed mogelijk in de midden tegen de vouwlijn aan te plakken. Dan vouw ik hem dubbel en dan schuift hij nog iets. Maar dat is niet zo erg. Hij schuift iets langs de vouwlijn weg. Kun je goed zien omdat ik hem beïnkt heb. Kun je zien dat hij iets wegschuift. En dan gaat hij wel mooi dicht. Ja, en dan doe ik aan deze kant doe ik ook lijn. Doe het even maar apart. Je kunt het ook wat tegelijk doen als je dat wil. Maar om het goed te laten zien doe ik het even maar apart. En dan vouw ik hem ook weer dicht. Even de kans hebben om goed te drogen. Kijk, en dan heb je deze. En als je er nu in kijkt, dan zie je dat dessinpapier, dat je er dan mooi tegenaan kijkt. Als je plat legt. Je kunt hem ook goed plat leggen. Dat is ook de bedoeling. En je kunt hem dan weer mooi vouwen. Dat is één. En dan pak ik de groene stukjes. Ik gebruik trouwens het papier van Felicia van Crafto Klok. Die hebben ook zo'n mooi set met alleen maar rustige papiertjes. Vond ik wel mooi. En dan deze. En dan kijk ik even, want deze vouw ik natuurlijk ook zo dubbel. En dan kijk ik erin en dan kijk ik op deze. Ik zal er even mijn kruisje op zetten. Op die. En dan plak ik hier een stukje dessinpapier op. Je kunt er altijd nog bij, hè, om een extra stukje te plakken. Ik heb het nog even niet gedaan, maar... En dit is het stukje cardstock van 10x15. 10x15 is dit. Ik leg hem even aan de kant. Deze kan ik ook wel vastplakken. Dan zit hij er maar op. Ik draai hem om en dan doe ik hem ook aan de linkerkant. Die leg ik even aan de kant. Deze vouw ik ook dubbel. En dan leg ik deze hier tegenaan. Aan deze kant. En dan probeer ik hem ook dicht te vouwen. Dan doe ik maar één stukje per keer. Even zien of ik hem goed heb. Ja. Ik leg het gewoon op het oog er tegenaan. Ik ga het niet uitmeten. Leg ik hem er plat tegenaan. En dan doe ik hem dicht. En dan voel je dat hij nog ietsje wegloopt. Maar dat is niet zo erg. Die zit er mooi tegenaan. En dan doe ik hier weer lijm op. Hola, ga ik ernaast. Dan leg ik deze weer dubbel. Nou, plak deze weer vast. Dit model zie je ook wel op internet voorbij komen, maar dan zie je hem in inches. En ik heb hem even omgezet. Ja, ik doe aan de binnenkant doe ik ook nog een stukje dessinpapier. Dat ga ik straks ook nog doen. Ik vind dat toch wel mooier. Dat is de eerste. En dan hebben we deze nog. Vouw ik ook dubbel. En die komt aan deze kant er tegenaan.
doe ik hier zo mijn lijm op. Of je tape. Wat je fijn vindt. Waar je graag mee werkt. Die leg ik ook hier tegenaan. Even kijken of je hem over het oog uitgelijnd hebt. Ik voel hem nog iets weglopen. Maar goed, dat geeft niet. En dan deze kant doe ik nog even een beetje lijn. Het is natuurlijk allemaal wat dikker dan mijn prototype, want dat maak ik altijd van printpapier. Die er tegenaan. En dat is natuurlijk maar een vlotje, dat is niet zo dik. Dus dan blijft het ook allemaal wel mooi zitten. Dit wordt natuurlijk wel een stukje dikker. Kijk, dan heb ik dit al. Ja, ik denk dat het mooier is. Als ik dan die kant in kijk. Dat is dit. Hij kan nog steeds plat. En dan heb ik deze nog. Goed zo. Plak ik ook even mijn één stukje dessinpapier op. Een beetje lijn eruit. Die komt hier. Vouw ik hem ook weer dubbel. Lijm op de achterkant. Die aan de kant. Dit is een wat kleiner stukje. En die leg ik hier tegenaan. Als je andere maten neemt, kijk dan even goed uit dat je niet voorbij je kaart komt. Dat hij er niet uitsteekt. Deze doe ik ook weer dubbel. Ja, en dan doe ik hier weer lijm op. Deze ook weer. Kan nog steeds plat liggen. Dat is altijd wel fijn. En met deze doen we het ook. Dan op de kop doe ik hem even zo. Plak ik hier ook vast mijn stukje op wat ik klaar had liggen. Komt hierop. En dit stukje vouw ik ook weer dubbel. En het komt dan ook hier weer tegenaan. Ik doe weer een beetje lijm op. Ik lijn hem een beetje uit. Dat hij recht komt. En boven mijn onder een beetje. Ja, dat komt goed. En dan aan deze kant nog een stukje. Ik druk hem naar binnen toe. En vouw hem weer dubbel. Het zijn echt kaarten om weg te geven, hè, niet om op te sturen. Deze worden veel te dik. Kijk, en dan heb ik hier ook weer mijn... Ik zal hem zo nog even dicht laten liggen. Want dan, En als je de binnenkant nog wil pimpen, dan kan dat natuurlijk nog. Maar net wat ik zei, geef acht als je er wat op doet, dat je niet voorbij je kaartlijntje komt. Het is nog maar een klein stukje wat je kan doen. En dit is dus de binnenkant van de kaart. Het heeft eigenlijk ook niet zoveel meer nodig, hè, dat je hier nog wat op doet. Het kan natuurlijk wel, maar... En de voorkant, die ga ik dan zo nog pimpen. Deze komt er sowieso op. Die plak ik iets verhoogd. Plak ik die op, niet zoveel. Een paar millimeter. En dan komt deze komt hier op. De foto zet ik weer bij dit bericht. Nou, leuk dat jullie weer gekeken hebben. Als je wil mag je hem natuurlijk opmaken. En dan zie ik hem graag weer terug op mijn pagina. Dit bericht komt ook op mijn pagina te staan. En daaronder, daar kun je hem zo laten zien. Als je dat leuk vindt. Dankjewel weer voor het kijken. En tot een volgende video weer. Doeg, doeg!